dus alleen de bovenste noot. 1, 2, 3, 4. Dames en heren, weer van harte welkom bij Muziek de Roos. Dit wordt een sessie van de nummero's 9 tot en met 15 of 16, ik weet het nooit zo precies. Maar in ieder geval van 8 nummers. Ik speelde voor u maar een nummer 9 op twee verschillende manieren. U weet dat je tweestemmigheid, dat je op het moment dat het wat te lastig is, speelt u alleen de bovenste noot. Dus de eerste keer dat ik hem voorspeelde, speelde ik wat er op papier stond. En de tweede keer speelde ik alleen de bovenste noot. Beide versies zijn goed. Ik kan u wel verzekeren dat als u tweestemmig speelt, dat deze passages, op het moment dat je bovenin zit met je vingers en ineens een sext moet spelen en daar een sext moet spelen, dat dat lastig is. Dat je krijgt in eerste hand moet precies op de goede positie zijn. Begrijpt u wel? En hetzelfde is natuurlijk hier ook zo het geval. Die is minder moeilijk, kan ik u verzekeren. Ja, u ziet wel diverse intervallen. Dit zijn tertsen, dit zijn sexten, die kent u wel. Maar hier bijvoorbeeld is een quint. Ja, dat zie je toch niet zo vaak. Een vies en een C. En waarom kan dat? Omdat zowel de vies als de C, die zitten in het D7-akkoord. Dus dan kan het altijd. Als je noten hebt die in het akkoord staan, die kan je altijd gebruiken als tweestemmigheid. Dat is hier nog bijzondere, want die E die is liggend. Die moet je dus 4 keer aanslaan. Maar daarboven zit dus die andere noot. Dit is ook een fijne. Dit zijn kwartnoten. Ja, en halve noten. En eens moet je daar weer terug op de achtste. Dus dat is even omschakelen, kan ik u verzekeren. Goed. Wij gaan dit nummer even spelen. Ik heb best wel een langzaam ritme. Ik heb de boven gezet Orient. Maar eigenlijk elke vierkwartsmaat is geschikt. Dit zat net al te zoeken van, zal ik Latijns-Amerikaans doen? Of zal ik een country doen? Of zal ik... Uiteindelijk heb ik gekozen voor een Duitse ritme. En het Duitse ritme dat heet... Even kijken, hoe heet dat ritme? Dat heet... Schlageralp. Schlageralp. Het is in ieder geval een soort slagermelodie, een Duitse variant. Deze gaan we nog een keer spelen, maar nu nog langzaam. Ta 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 tam ta. Ik zet hem zo aan, stond hij op 90, maar hij gaat nu op 60, dames en heren. Kan iedereen meespelen en u beslist zelf of u eenstemmig of tweestemmig speelt en of u misschien wel twee handen durft. Vier tellen vooraf. 1, 2, 3, 4. Bladzijde 3, 4. Kijk ook naar het systeempedaal rechtsonder. Die hou ik gewoon. En lift. Wees u even op het systeempedaal, want op het moment dat je pianonoten speelt, kan je daar, zonder dat het erbij staat, systeem spelen.
Dat betekent voor de mensen die een sustainpedaal hebben op een keyboard. Ja, en anders kunt u die er los bij kopen. Die ziet u onder. U ziet mijn voet dan dat sustainpedaal indrukken. Ziet u wel? En op het moment dat je indrukt, dan blijft die noot staan. En op het moment dat ik hem niet indruk, is die gelijk weg. Tenminste, ik zal het met een piano nog een keer duidelijk maken. Is gelijk weg en sustaint die door. U kent het intussen wel, want ik heb het al vaker uitgelegd. Goed, ik wilde nog iets vertellen. Ja, wat ik wilde vertellen is, dit zijn kijknoten. Soms heb je al eens bladmuziek, staat een heel klein verrekijkertje bij. In principe moet u spelen zonder dat u naar de toetsen kijkt. Maar in dit geval, daar en daar, is het verstandig dat u even snel naar uw toetsen kijkt. Dat u zeker die sext op de goede plek hebt staan. Goed, veel verteld bij dit nummer. Wij gaan naar nummer 10. Dag! Dames en heren, weer van harte welkom bij Muziek de Roos. Ik speelde voor u etude nummer 10. Ik had een mariachi wals bij staan. Ik speelde een country wals. Maar elke wals is natuurlijk goed, zoals u weet. Driekwartsmaat, altijd een wals. Dus elke wals op uw keyboard kunt u erbij spelen. Het lonkte ook al een beetje naar een Duitse wals. Of naar een Franse wals. Had ook prima gekund. Ik heb voor een wals gekozen. Die vrijheid moet u zichzelf ook veroorloven. Dat u altijd leuk zoekt naar nieuwe staals. Goed, herhalingen. Herhalingen worden uitgelegd op de kaart voor de... Heb ik hem hier nog liggen? Zou fijn zijn? Nee. Dit is de theorie naslagkaart. Daar staat alle theorie op die u nodig heeft om deze nummers te spelen. En onder andere staat erop die herhalingen. Als er een puntenherhaling staat, betekent dat wat tussen de punten staat herhaald moet worden. In dit geval de eerste regel 2 keer. En dit is een dal segno herhaling. Dat betekent dat je het hele nummer speelt tot hier. Dan ga je naar het dal segno teken terug. Dat is een dal segno teken. En dan speel je tot het woord fin. Fin. Ook hier zie ik weer punten staan. Maar eigen interpretatie. Op het moment dat u denkt van ach, ik speel die bladzijde nog een keer. Gewoon doen. Even een filter tussendoor. Misschien een ander geluid er tussendoor. Alles is hierin mogelijk. Het leermoment van dit nummer, wat ervoor bedoeld is, waarvoor ik het schreef, is dat hier echt liggende akkoorden zijn en liggende tweestemmigheid. En hier is het veel vrolijker van aard. Dus hier moet je toch wel een soort piano of gitaar of dat soort geluid nemen. U ziet ook die punt daar staan, een staccato punt, betekent dat die eerste noot kort moet worden gespeeld. Tank takata, tank takata, rappetappetappetata. Dat noemen ze woordrijm, dat je met woorden of met geluidjes probeert om het ritme goed te pakken. Dat is ook een vaardigheid waar je op een gegeven moment heel veel baat bij kunt hebben. Dus ik zal het nog een keer doen. Ram takata, ram takata, 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 tam. Top, topper, top,
top, topper, top. Joppe, toppe, toppe, top. En wat voor akkoord, of wat voor noten en wat voor letters u zegt, of wat voor woorden, het is niet belangrijk. Het gaat erom dat u het ritme voelt. Want hoe beter u het ritme voelt, des te mooier kunt u dat spelen. Rest mij het nummer langzaam te spelen. Eerste regel dus twee keer. Komt-ie. Handen op de toetsen, alleen de bovenste noot als tweestemmig te moeilijk is. Nog een keer die regel. Tweede regel. Eén, twee. En door. D. Tweede bladzijde. 2, 3. Ik doe er een beetje systeem bij. Let op de rechtervoet. Herhaal die twee regels. Derde regel, tweede bladzijde. Vierde regel, eerste bladzijde. Ja, en op het moment dat je hier moet herhalen en je ziet die punten, dan ben je al heel erg geneigd om daar naartoe te gaan. Maar dat is dus niet goed, want er staat DS. En DS betekent Dalsenjo en het Dalsenjo teken staat daar. Dus vanaf daar moet je daar beginnen. Ja, die herhalingen. Goed, ik vind het een mooi nummer, mooi karakter. Zeker als die wat sneller gaat is het een heel fijn nummer om te spelen. En u merkt het, hè? Die speelvaardigheid. Vingers mooi rond, polsen mooi recht, rug mooi recht. Zo spelen wij keyboard. Dank u wel dat u erbij was. We gaan naar nummer 11. Dames en heren, welkom bij nummer 11. En dit is nou een nummer wat ik niet geschreven heb, maar Karl Czerny. En Karl Czerny is een componist van al honderden jaren geleden. En die maakte voornamelijk piano-oefeningen om uw vingers los te krijgen. En ik kon het toch niet laten zo'n hele nuttige oefening erbij te doen, inderdaad. Ik begon ook inderdaad met piano. Daarna ging ik naar gitaar over.
Maar ik vind toch de piano wat mooier. Dus dat zou ik inderdaad zo willen laten. Mooi is ook die extra regel aan het einde. Zo'n soort van afsluitende regel. En stiekem deed ik deze noten geen intel, maar al langer. Ja, ik hou eigenlijk wel van dit soort etudes. Want die maken je handen gewoon heel soepel. Maar u moet wel altijd onthouden dat u steeds met het accentje speelt. Tappen, tappen, tam, tam. Takke, 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 tak. Dus de eerste is steeds net iets harder. Even een pianogeluid terug. Takke, takke, tak, tak. Nou overdrijf ik hoor. Het is net alsof die D hier een soort begeleidingje is, maar dat de eigenlijke melodie is B, A, G, G, A, B, C, C. En zo moet je dat spelen. We gaan hem spelen. Vier tellen vooraf, ik ga lintempo wat verlagen. Weet je wat, ik doe het even met een metronoom. Dat is misschien handiger. Takke, takke, pof, pof. Of hakken, hakken, puf, puf. Hè? Kent u nog van zo'n kinderliedje? Hakken, hakken, puf, puf. Goed, vier tellen vooraf. Ik doe hem nog iets langzamer. Ik doe hem op 80. Want het gaat mij om de techniek, dames en heren. U mag twee handen spelen. U mag ook alleen de rechterhand spelen. Als de dubbele noten u te moeilijk zijn, speelt u alleen de bovenste noot. Vier tellen vooraf. Komt-ie. En 1, 2, 3, 4. Ik wil even dat akkoordje aan doen, dat mag best wel. 1, 2, 3, 4. Hakken, 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 hakken. En dan komt-ie. Puf, puf. Tak. Krijgen we klapnoten? Denk aan de vies. Nu. Sext. En G17. Tweede bladzijde. Wachten. Samen nog even vier tellen vooraf van de tweede bladzijde. 2, 3, 4. En zo ziet u die onderste regel, die laatste regel. Steeds eentje overslaan, hè? En dan tot slot die G erbij. Ja, dit zijn de echt leerzame nummers, dames en heren. En misschien is het niet het nummer wat u op een voorspeelavond speelt. Of op het moment dat er een familielid is van, goh, keyboard, speel eens wat. Maar het is wel een leerzaam nummer voor uw handen. Geloof me. Ik zie u graag weer terug bij nummer 12. Tot ziens, dag.
Dames en heren, weer van harte welkom bij Muziek de Roos. Ik speelde voor u nummer 12 uit het boek Speelvaardigheid voor Finger Fitness. Ja, het is een oefening bedoeld voor het stralende figuur. En het bedoeling is dat u steeds ziet waar het stralende figuur staat en waar de kwarten staan. Bijvoorbeeld hier is dit een stralende figuur en dit zijn twee kwarten. Dus pa ka pam pam pa ka pam pam pa ka pam pam pa. Moet je echt dus anders spelen. Ik heb er ook een andere toonsoort in gegooid. Twee kruisen aan het begin van de balk betekent elke F wordt vies, want de eerste kruis staat altijd voor de F. En de tweede, de C, wordt sies. Ik heb het gespeeld met een cha-cha-cha. Cha-cha-cha die op tempo 125 stond. Wij gaan nu even oefenen op een ander ritme. En dat is een rumba. Een rumba. Dus zoek ik even de rumba voor u op. Die zit hier. En die is dan weer iets langzamer. U ziet overigens in de eerste en de tweede maat dit. Zijn twee stralende figuren en hij loopt naar een volledig G-akkoord toe. Ja, hier loopt hij naar een D-akkoord toe. Wij zullen in de toekomst ook vaker volledige akkoorden gaan spelen in de rechterhand en ja, voornamelijk in de rechterhand, dus rechts en links dan. Dus het wordt steeds iets moeilijker. Dat is het tempo. Vier tellen vooraf. Je mag rechterhand spelen, linkerhand of samen. 1, 2, 3, 4. Rust. Kwarten. Latijns-Amerikaans ritme is geschikt voor deze vierkwartsmaat. Experimenteer daar gewoon op. Ik kan het u van harte aanbevelen. En wees ook niet gebonden wat er in de noten staat. Ga af en toe een octaaf hoger spelen. Dat kan gewoon. Ja? Uw eigen variatie, uw eigen, dat maakt u zelf tot een uniek keyboardist. Goed, wij gaan naar nummer 13. Tot zo. Thank you.
voorbeeld van een heel goed technisch nummer, waarbij veel technieken worden geoefend. Welkom weer bij Muziek de Roos. Ik speelde voor u nummer 13 uit Finger Fitness Speelvaardigheid. Ik heb zoveel mogelijk in het nummer proberen af te wisselen tussen kwarten, stralende figuren en hopfiguren. En niet alleen stralende figuren aan het begin van de maat, maar soms ook pas op de tweede tel, zoals hier. Ja, dus goed en geconcentreerd spelen. Ook dit, die hopfiguren die in de derde regel staan, die moeten scherp worden gespeeld. Ze mogen dus niet lijken op achtsten. Ze moeten echt panke, 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 pa. En niet ta, 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 ta. Nee, pa, ke, pa, ke, pa, ke, pa. Zo moeten ze worden gespeeld. Wij gaan samen spelen. Iets langzamer dan net. Maar niet veel. Drie tellen vooraf. Komt-ie. 1, 2, 3. Het waren stralende figuren. Hopfiguren. En weer stralend. Tweede bladzijde. Sexton in de tweestemmigheid. Kijk naar die vingersetting. Het is allemaal 1-5. En je kan het eventueel meesustenen. En u zag mijn voet rechtsonder, op het moment dat je... Dan wordt het automatisch wordt dat een beetje stoterig, maar op het moment dat u die systeem met die rechtervoet ingedrukt houdt, krijgt u... Alleen moet u dan bij elke maatstreep even de voet optillen en opnieuw weer neerzetten. En... Dank u wel, wij gaan naar nummer 14. Dames en heren, van harte welkom weer bij Muziek de Roos. Ik speelde een heel mooi nummer, heel geschikt voor een voorspeelavond, waarin de technieken tussen hopfiguren en achtsten heel mooi tot uiting komen. Gecombineerd met vingeroefeningen. Want de derde, vierde en de vijfde regel van de eerste bladzijde zijn natuurlijk pure vingeroefeningen om uw vingers vaardig en soepel te krijgen. Wij gaan spelen. Nogmaals, ik zei het al in het vorige nummer, hou de hopfiguren kort en de stralende figuren scherp. Dus het is pa-ke-pa, dat is een stralende figuur. En de hopfiguren zijn hop en hop en hop en hop en hop, heel duidelijke korte en lange noten. Vier tellen vooraf, 2, 3, 4. Thank you.
popfiguren weer. En dat is weer vanaf het begin. Coda. Nummer 15. Dames en heren, weer van harte welkom bij Muziek de Roos. Ik speelde voor u nummer 15. En qua tweestemmigheid is dit het meest uitdagende nummer van het boek, denk ik. Het is de tweede bladzijde. De eerste bladzijde zal niet zo moeilijk zijn. Alleen het feit dat vaak wordt Bes-akkoord zo gespeeld. F, Bes, D. Maar op een of andere manier, als je F-akkoord hebt, is dit een slimme Bes-akkoord. Als je dan ook nog G mineur wilt spelen zo, dan kan het waarschijnlijk niet, want die G die zit eigenlijk al in het gedeelte van de linkerhand. Dus het is dit F-akkoord, dit Bes-akkoord, G mineur, C17. Dus dan moet je die lijn even oefenen. Die vier akkoorden achter elkaar oefenen. F, Bes, G mineur, C17. Tweede bladzijde. Hij begint met drie sexten. Dat is niet zo moeilijk. Dan krijg je een FA. De onderste moet je ingedrukt houden. En dan gaat de onderste lopen. Dan gaat de bovenste weer lopen. Dus je ziet dat de... Dus doet u eens even mee voor de mensen die dat willen proberen. Als het te moeilijk is, alleen de bovenste noot spelen. Dus dan speelt u gewoon. Ja, maar het gaat om die tweestemmigheid. Ik doe heel langzaam een metronoom even. Probeert u maar eens mee te spelen. Ik doe hem heel langzaam. Tweede bladzijde alleen. 1, 2, 3. Blijft ingedrukt. De bovenste blijft ingedrukt. Onderste blijft ingedrukt. En alle drie. Onderste blijft ingedrukt. En onderste blijft nog steeds ingedrukt. In dit tempo gaan we het hele nummer even spelen. Ik doe hem iets sneller. Heb ik hem. 1, eerste
bladzijde. Best akkoord hoog. Vierde vinger. Tweede vinger. Samen, dames en heren, voor de tweede bladzijde. Als het te lastig is, alleen de bovenste noot. 1, 2, 3. Dames en heren, zeker voor de mensen die graag tweestemmig willen spelen. In de tussentijd spelen wij nummer 16. Tot zo! Dames en heren, van harte welkom bij het laatste nummer van deze sessie. En ik denk, ik doe nog eens een keer geen swing, geen country, geen Duitse slagerpop. Ik doe eens een dance ritme. En ik weet zeker dat u op uw keyboard ook dance ritmes heeft. Of ritmes waarvan u denkt van, ja, wat doe ik er eigenlijk mee? Zoals deze. Of deze. Of deze. Toch, ik vind een lekker ritme hoor. Dit zou goed passen. Gaan we samen doen, dat vind ik ook wel leuk. En dat is dit nummer een uitdaging op. Stralende figuren, u kent ze wel. Derde regel, vierde regel, die tweestemmigheid, u kent ze al. Maar het is een keer leuk om eens een keer een aparte stijl daarmee te vinden. Deze heet Retropop, je bedenkt het niet. Allemaal fake namen. Een willekeurig dance, trance of in een modern ritme. Die zeker ook op uw keyboard zal zitten. Oké. Hoor dan, geweldig. Introotje, probeer eens mee te spelen. Ik doe hem niet te snel. Zet hem op 100. Komt ie. 1, 2, 3, 4. Ik ben ook steeds verrast door wat ik hoor.
bladzijde 2, 3, 4. Dames en heren, fantastisch dat u erbij was in deze tweede sessie. Want we gaan nog een stukje door met dit boek, de nummer 24. Dat doen we in de derde sessie. Speel zoveel mogelijk deze nummers, want het maakt u een veel beter toetsenist. Daar ben ik van overtuigd. Denk ook aan de andere boeken die wij hebben. Denk ook aan de klassieke meesters om eens een keer een stukje klassiek te spelen. Of aan de varia's waar heel veel moderne nummers in staan. Maar ook de beide andere nummers van Finger Fitness zou heel geschikt voor u zijn. Akkoorden trainen en, als u de uitdaging zoekt, melodische etudes. Ik zie u graag terug bij de derde sessie. Tot dan. Tot de volgende keer. Dag.